En ik snap het ook wel. Het is ook niet fijn om een bultrug op een wat dood te zien gaan. Maar ja, het hoort er ook een beetje bij. Het is ook de natuur. Hè? Het is juist ook hoe de natuur zich blijft vernieuwen. En één dood dier, dat blijft daar liggen. Daar komen dieren op af. Die eten daarvan. Die leggen daar eitjes in. Die gebruiken dat op allerlei manieren. En zo zorgt één dier weer voor het ontstaan van heel veel nieuw leven. Dat is hoe die aarde zich steeds ontwikkelt en verandert. En ook problemen oplost. Hè, rotzooi opruimt die wij niet opgeruimd krijgen als mensen. Je hebt bijvoorbeeld de plastic soep in de oceaan tussen Amerika en Azië. Al ons plastic afval, alles dat wij laten slingeren, dat per ongeluk in het water belandt, dat door rivieren wordt meegenomen, door oceaanstromingen bij elkaar terechtkomt, verzamelt zich op één punt in de oceaan. 34 keer de oppervlakte van Nederland aan drijvend plastic afval. Jerrycans, flesjes, tasjes, alles. En alles daar sterft uit. Beesten krijgen plastic binnen, raken erin verstrikt. Alles gaat dood. En nou las ik een verhaal. Er is een klein beestje, de oceaanschaatser. Dat is een insect en die schaatst over de oceaan. Ja, denk ik. Ja, anders is het een rare naam, laten we eerlijk zijn. En die oceaanschaatser, een diertje van Nederlandse origine, daar kunnen we na Sochi denk ik wel gevoeglijk van uitgaan. En die oceaanschaatser die kwam op een dag bij de plastic soep. En die zag daar, nou ja, die zag daar dingen drijven. En de oceaanschaatser heeft maar één ding nodig voor een leuke middag. Iets waar hij zijn eitjes tegenaan kan plakken. Gewoon een drijvend object waar hij zo eitjes tegenaan kan flatsen. Vindt hij geil? Ieder zijn dingetje. Wie zijn wij om te oordelen? Dus die oceaanschaatser die kwam aan bij die plastic soep. Die zag dingen drijven en die dacht, wow, 50 tinten plastic. Hè, dit is helemaal los. Die ging eitjes leggen in de plastic soep. En tegen het plastic en aan het plastic en onder het plastic en op het plastic. Overal eitjes en overal kwamen oceaanschaatsers uit. Die ook weer gingen schaatsen en die ook weer eitjes gingen leggen. En binnen no time zag het daar zwart van de oceaanschaatsers. Die gingen met elkaar spelen en schaatsen en wedstrijdjes houden. Ze gingen een tocht organiseren langs 11 stukken plastic. Om te kijken wie er dan als eerste binnenkwam. En daar kwamen vissen op af om ze op te eten. Want die vinden dat heerlijk, hè? Oh, dat is een delicatesse voor die beesten. De oceaanschaatsen, het is moeilijk eten. Je moet elke keer 6 schaatsen uitspugen. Maar het is een delicatesse in de Nautische Zee. Dus daar kwamen vissen op af. Daar kwamen grotere vissen op af. Zeehonden, orka's, pelikanen, aalscholvers, albatrossen. En zo is er nu een heel nieuw ecosysteem aan het ontstaan in de oceaan dat volledig gebaseerd is op drijvend plastic afval. Nou, daar kan geen protocolletje tegenop, hoor. Dat hadden wij nooit verzonnen gekregen. Greenpeace gaat hier ook heel erg van in de war raken. Ja, want die willen daarheen om dat plastic uit de zee te gaan vissen. Maar ja, dan maken ze het hele ecosysteem stuk. Dan lijkt mij leuk dat dan dus uiteindelijk het resultaat is dat Greenpeace besluit dat er een rubberbootje naartoe moet met een hele chagrijnige actievoerder om de plastic bij te gaan gooien. Nou ja, dan zijn we er wel als mensheid, volgens mij. Dan hebben we onze eigen idiotie wel bewezen. Nou ja, dat wil hier steken onze pogingen om er wat van te maken toch vrij schril mee af. Kijk, kunnen we nog beter zeggen, joh, we trekken ons gewoon een beetje terug. We laten die oceaanschaatser en de blauwe regen het een beetje uitzoeken.